In dit filmpje bespreek ik kort hoe het eindexamen Nederlands voor HAVO en VWO in 2021 eruit ziet. Het examen Nederlands wordt twee domeinen getoetst. De zogenaamde leesvaardigheid en de argumentatieleer, domein A en domein D. Bij het examen krijg je teksten met vragen. Die hebben te maken met de leesvaardigheid en met argumentatieleer. Daarnaast is van belang dat je foutloos spelt en formuleert. Want hoe meer fouten je maakt, hoe meer punten je op dat onderdeel krijgt. De leesvaardigheid, daarbij gaat het om analyseren en interpreteren van de tekst, het beoordelen van de tekst en het samenvatten van de tekst of van tekstgedeelten. En bij het domein argumentieve vaardigheden gaat het om de eerste twee onderdelen die hier vet gedrukt staan. Dus het analyseren van een betoog en het beoordelen van een betoog. In periode 2 besteden we wat minder aandacht aan leesvaardigheid, want dan zijn we bezig met fictie en schrijfvaardigheid. Maar zowel fictie als schrijfvaardigheid heeft ook te maken met leesvaardigheid. Het lezen van boeken zorgt ervoor dat je op een goed niveau leest. En als jij zelf een goede tekst kunt schrijven, ja, dan heeft dat ook invloed op de dingen die je zelf in een tekst moet stoppen, dat je die ook weer uit een tekst kunt halen. In periode 3 gaan we ons dan inzetten voor de examentraining. Dat doen we tijdens de les en dat doe je thuis. Ja, we gaan bekijken hoe de vragen op het examen eruit zien, op welke manier je antwoorden strak kunt formuleren. We gaan oefenen met oude examens. En de laatste toets is dan ook een toets leesvaardigheid en argumenteren, zodat je goed weet waar je nog meer aandacht aan moet besteden. Maar je kunt je ook nu al voorbereiden. Ja? Volg het nieuws, want voorkennis over een onderwerp helpt altijd. Lees iedere week langere artikelen uit kwaliteitskranten en tijdschriften. Trek daar anderhalf uur vooruit in het weekend. Lees de Volkskrant, NRC, Groene Amsterdammer of Filosofie Magazine. Want vaak komen de teksten van het eindexamen uit deze bronnen. Zoek daarnaast per week 3 moeilijke woorden op. Ja? Breid je woordenschat uit. Blijf ondertussen heel veel fictie lezen. Hoe meer fictie je leest, hoe hoger dat niveau is, hoe meer invloed dat zal hebben op het makkelijker begrijpen van de teksten op je examen. En let tot slot altijd op je spelling en grammatica. Wen jezelf aan foutloos formuleren. Bij geschiedenis, wiskunde, Duits, let erop, gebruikpunten, hoofdletters, komma's, controleer je spelling en maak correcte zinnen. Tot slot wil ik nog meegeven, probeer ook te genieten van zo'n laatste schooljaar. Want naast dat het veel leren is en hard werken, is het ook gewoon een heel bijzonder jaar en het eind van een periode in je leven. Met vriendelijke groet, Silla Geurtsen.